Maar achteraf zaten er aan een hoop dingen toch wel wat risicootjes. Maar... We gaan er naar kijken. We gaan kijken hoe staan ze ervoor. Zijn er dingen veranderd? Zijn er geen dingen veranderd? Wat kan je wel, wat kan je niet? En wat zijn de risico's die eraan vastkleven? En je moet hier wel degelijk wat doen. Je moet iedere dag nieuws in de gaten houden of die platformen nog wel bestaan. Daar... Hey, welkom op Cash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En deze video gaat over de extreme risico's die wij in 2022 eigenlijk hebben gelopen. De extreme risico's die wij in 2022 eigenlijk hebben gezien. Want afgelopen jaar zijn er een aantal dingen geweest die we voor jullie zijn gaan testen. Die we voor jullie zijn gaan doen. Wij vinden dat altijd leuk. We vinden het ook altijd gaaf om te kijken, oké, hoe spelen bepaalde dingen uit. Maar achteraf zaten er aan een hoop dingen toch wel wat risicootjes. Maar je zegt extreem risicootjes en dan is het echt op de rand van. Het had heel anders kunnen aflopen. Op de rand van. En dan ben je natuurlijk zelf heel erg bezig met het managen van je risico. En dan let je op of er rode vlaggen aanwezig zijn of dat je ergens naar moet handelen. En daar komen we dadelijk ook zeker nog even op terug. Gelukkig hebben we dat in alle gevallen eigenlijk goed kunnen managen. Maar neemt niet weg dat je wel exposed was aan heel veel risico, toch? Ja. En we hebben natuurlijk een aantal platformen getest in de earnings-serie. We hebben een aantal dingen gedaan, een aantal dingen hebben we naar gekeken. En daar gaan we ook in deze aflevering op terugkijken. We gaan er naar kijken. We gaan kijken hoe staan ze ervoor. Zijn er dingen veranderd? Zijn er geen dingen veranderd? Wat kan je wel, wat kan je niet? En wat zijn de risico's die eraan vastkleven? Ja, laten we maar overschakelen. We zijn met een ton begonnen. Zijn we een ton begonnen? Ja, dat riskeer je. Gewoon even aan de markt. Ja. Je ziet die platformen, je ziet ze opkomen. Bieden hele mooie rentepercentages. In die tijd kreeg je sowieso bij de bank niks. Krijg je nog steeds bijna niet. Maar krijg je dan een 10%, een 12% was het ongeveer die tijd. Ja, is dat lekker? Ja, dat is lekker. En ik snap het ook. Kijk, mensen worden ook verleid met die cijfers. Ja. En dan denk je, oh, dat is nice. Want wij zijn de serie begonnen in een periode dat we overspoeld werden met berichtjes. Kunnen jullie kijken naar dit platform? Hebben jullie wel eens hier naar gekeken? Hebben jullie dit rendement wel gezien? Kunnen jullie hier naar kijken? Zoveel platformen die voorbij zijn gekomen dat we zoiets hadden. Oké, we gaan hier een serie omheen breien. We gaan kijken. We gaan een aantal platformen eruit pikken en die gaan we testen. We gaan het laten zien. En we gaan meenemen wat we daar uiteindelijk aan verdienen. Starten we hem even met Capital. Ja. Capital is het platform wat we vanaf het begin gebruikt hebben. Ja. Op een gegeven moment was het gewoon het niet meer waard om hier je geld te laten staan. Nee. Als je echt letterlijk een paar euro krijgt op jaarbasis, maar je moet er wel 25k voor blootstellen aan het platform, is het risk-reward technisch het gewoon niet waard. Nee. Dus toen hebben we gezegd, oké, voor wat betreft dit platform, wij zijn voorzichtig met onze funds. We gaan zeker in de gaten houden hoe de ontwikkelingen gaan en hoe ze veranderen. Nou ja, Capital is nog steeds niet heel interessant qua percentages. Het is ook nog steeds niet heel duidelijk terug te zien op de website. Het werkt half met een website, half met een app. Het is niet waar je naar op zoek bent als je denkt, hey, dit is nice, hier wil ik lekker mijn geld gaan veiligstallen. Dus hebben we ervoor gekozen om het daar uiteindelijk weg te halen. Hebben we gedaan en is nog steeds niet heel veel veranderd. Nou, dat is één. Hebben we het volgende platform, die serieus in opspraak is geweest ook afgelopen tijd. 400 Ethereum per ongeluk naar een andere wallet gestuurd. Is ook allemaal recht gepoetst en weet ik veel wat. Zorgde voor heel veel paniek in deze periode. Want in deze periode, dit soort platformen staan wel onder een vergrootglas en onder hoogspanning gewoon. Uiteindelijk is dat recht gepoetst. Ook intern vanuit Crow hoor je geen gekke berichten en weet ik veel wat. Maar als we dan kijken naar investeringstechnisch rendement wat je daar kan behalen op het platform, dan kijken we naar een 12.500, want we hadden de helft in USDT en de helft in Bitcoin. 12.500 wat je in USDT zal zetten, geen crowstake heb je daar en inflexibel, krijg je 0,4%, krijg je 96 dollar cent per week over $12.500 wat je neer moet zetten. Het risico wat je op dit platform loopt is abnormaal gewoon. Voor die vergoeding die je terugkrijgt van $50 op $12.500. Als er wat gebeurt,
Ja. Dan is dit het niet waard. Nee. Dan is dit het niet waard. Dus vandaar dat we ervoor hebben gekozen. Oké, crypto.com, daar kan ook een kruis doorheen. Is het ook niet meer waard? Nee. Oké, volgende. Is Nexo. Ja. En Nexo, daar hebben we ook voor gekozen omdat we wat red flags zagen. En misschien moeten we hier een kleine kanttekening maken. Want Nexo heeft ook gezegd, oké, proof of reserves, top. We gaan ook alles delen. We gaan dat ook laten zien. Ja. Ze hebben gezegd in het hele FTX-debakel, in de week of twee weken ervoor, voordat het hele gebeuren plaatsvond, hebben ze gezegd, wij gaan onze funds daar weghalen. Hebben ze ook gedaan. Ja. Uit mijn hoofd iets van 121 miljoen of zo aan dollars wat ze daar weg hebben gehaald, wat ze daar vanaf hebben getrokken. Dus die waren ook safe voor wat betreft het hele FTX-debakel. Wat ik nu lees en zie, is dat ze dat goed gedaan hebben. Alleen wij als kanaal moeten onze verantwoording wel nemen en zeggen, oké, er was een red flag, dan kunnen wij niet lachend maar doorgaan met een platform en zeggen, laat maar staan en we zien het wel. Nee. Enigszins is dat wel wat wij doen, omdat wij het testen en omdat wij met de test van dit soort platformen ook wel het willen ondergaan. Weet je, het is voor ons enigszins tot op zekere hoogte een investering in een stukje content, waarbij als dat misgaat, we dat ook kunnen laten zien. Ja. Alleen tot op zekere hoogte. Weet je, als jij een ton op elk een ton in totaal op de platformen hebt staan, dan is dat wel serieus exposure. Nee, dat wil je niet. Nee, maar weet je, je kan een heel leuke review maken en laten zien aan je kijkers of iets werkt en hoe het werkt. En dan moet je het wel testen over een langere periode. En wij hebben het nu letterlijk getest. En wij lopen nu tegen dingen aan en dat deel ik dan met de mensen. Ja. Nou, er staat hier nog een klein stukje wat vast stond, wat later vrij is gekomen. Dat staat daar prima, weet je. Daar maak ik me niet zo heel erg druk om. Dat is wat het is. Ja. Als we kijken naar je hodler, hebben we verschillende berichten gekregen van mensen van, oké, wat moet ik hier nu mee doen? Want mijn yield limit staat nu nog maar op een K. Wat moet ik hiermee? Weet je, ik kan hier niet zo heel veel mee. Nou, als jij meerdere dingen op het platform gebruikt, dan wordt dat hoger. En dan kan dat 25K worden, je yield limit. Maar we hadden gewoon zelf zoiets in deze tijd, in deze roerige tijden die er zijn. We gaan het voor onszelf downtunen. We blijven de test doen en we zien dus de $1000 die hier staat en de paar tientjes eigenlijk die op Nexo staan. En we komen nog op een ander platform zo meteen waar ook nog wat staat. Dat zien we gewoon als de test. We gaan dat gewoon, de gehele fase gaan we dat gewoon doen. We gaan het gewoon dus nog een paar maanden gaan we dat doen. Kijken naar uiteindelijk de uitkomst en dan een laatste review-achtige video maken. Niet zozeer voor de platformen, maar gewoon om te kijken hoe het ons is bevallen of hoe het gelopen is het afgelopen jaar. Uhodler heeft ook gezegd, proof of reserves, top, gaan we doen, gaan we laten zien, vinden we helemaal niet erg. Dus dat vind ik een positief puntje voor wat betreft Uhodler. Maar ook hier hebben we dus ervoor gekozen om te zeggen, we laten de 1000 staan en we gaan kijken hoe dat gaat lopen. We geven gewoon onze eerlijke open mening altijd en als wij iets niet chill vinden, dan zorgen wij ook dat we voor onszelf kapitaal beschermen. Ja. Hebben we er nog één? Last but not least, we hebben laatst natuurlijk Bitfavo toegevoegd aan deze serie om er nog een beetje spice aan te geven, om nog eventjes het iets dichter bij huis te zoeken wat voor ons ook wat vertrouwder voelt. Hebben we gezegd, oké, we gaan hier een stukje staking aanzetten. Hebben we dus ook gedaan. En als we naar het stakingsgedeelte gaan, zien we dat het stakingsgedeelte gegroeid is. Waarom? Omdat de posities gevuld zijn. En je posities die je hebt als staking aanstaat, doen automatisch mee in het staken. En als je het hier hebt over 38 euro jaarlijks, gemiddeld gezien, het is natuurlijk USDT en crypto, daarom is het gemiddelde percentage ook lager. 38 euro, maar jullie vonden 50 euro bij crypto.com vonden jullie het niet waard. Nee, dat is 50 euro tegenover $12,500. Dit is een kleine 40 euro tegenover een $1600. Dus ja, de verhoudingen liggen wel heel anders. En we gaan ook gewoon zien hoe dit uit gaat pakken. Dat is het. We gaan het gewoon testen en we blijven het ook gewoon testen. Als ik de hele test nu een klein beetje meeneem, denk ik wel dat je heel veel risico, dat wij heel veel risico hebben gelopen. Het had maar één keer bij die platformen fout hoeven gaan en je bent je centjes kwijt. En dat moet je realiseren. Je moet je in crypto realiseren, dat is nog ineens misschien met lending. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je centjes. Is zo. Ook als je al je geld op een exchange zet, ja, als er iets met die exchange gebeurt, dan ben je je centjes kwijt. Dat is het. En we hebben vanaf aflevering 1 gezegd, wij vinden het super tof om te testen. Maar we moeten ook wel goed nadenken over hoe wij de dingen overbrengen. Want het is zeker niet bedoeld als promotje van ga dus even lekker deze platformen gebruiken. We hebben gewoon random een aantal platformen uitgekozen. Want ik denk dat we wel
40 platformen van mensen hebben gekregen. We hebben gewoon zelf gekeken, oké, welke vinden wij er dan het legitst uitzien? Ja. Welke gaan wij gebruiken in een serie? Dat zijn we gaan doen. En zo zijn wij gaan kijken naar hoe dit zich ging ontvouwen. Maar ja, ik vind het nog steeds interessant. Ik vind het nog steeds leuk, omdat het een stukje rendement vergaren is. Het heeft rendement opgeleverd. Ja. Maar we hebben er niks aan verloren. We hebben Dat niet. Maar we hebben wel extreem veel risico gelopen. Dat is het. Want in dollars zijn we alleen maar vooruit gegaan. In bitcoin positie zijn we ook alleen maar vooruit gegaan. In bitcoin waarde dus niet. Want bitcoin is in elkaar gestort. Maar het aantal bitcoins in de accounts is natuurlijk wel gegroeid. Dus eigenlijk ben je op alle vlakken gegroeid. Nou, het doet wat het moet doen. Alleen wij waren op zoek naar een oplossing van ik zet het weg. Ik kijk 3 jaar niet meer en ik hoef niks te doen. En je moet hier wel degelijk wat doen. Je moet iedere dag nieuws in de gaten houden of die platformen nog wel bestaan. Daar zijn we inderdaad tegen aangelopen dat het niet is set and forget. Nee. Maar het is set en keep your eye on the news. Je moet het nieuws in de gaten houden. En ik weet niet of dat wenselijk is voor iedereen. Nee, is zo. Nogmaals, de test is voor ons nog steeds niet afgerond. Nee, we gaan dit gewoon nog wel even doen en even kijken hoe dit uiteindelijk allemaal gaat verlopen. Ja. Maar ik denk dat het wel weer een spicy serietje geweest is voor wat betreft 2022. Absoluut. Want uiteindelijk is dit de sector waar het vuurwerk vanaf is gespat in 2022. Want hier was alles om te doen. Ja. Het valt en staat. Er is genoeg over geschreven. Goed, vond je dit weer een toffe video. Abonneer zeker even op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk op het duimpje. Rankt de video weer wat hoger in YouTube. En is een blijk van waardering voor ons. Onderaan de video komen uiteindelijk alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Vind je onder andere ons leerplatform, Discord kanaal, support links, alle informatie over Platinum. Alles staat op onze website. Bedankt voor het kijken. We zien jullie graag volgende keer. Later. Later.